zij vond het ook niet best klinken. De vader is er niks bij. En nu gaat Lia klappen. Nu gaan we wisselen. Ik heb te weinig uren in een dag. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga mijn moeder weer ophalen. Want we gaan even verder voor Lia de kamer. Ja, wat is er? We gaan zo oma halen. Ik heb dit nu binnengekeken. Dat is een uitklapbare, inklapbare tafel voor erbij te zetten. Zodat we gewoon iedereen aan tafel kunnen zetten met de kerst. Dus dit is heel erg handig. Ik ga hem straks even rustig laten zien. Nou liep ik weer bij dagelijks rondje naar de... Dagelijks. Meestal op maandag en woensdag loop ik standaard even naar de Jumbo om croissantjes te halen. En we lopen altijd langs het huis. En ik weet niet, ja, als je de vlog van Rebecca niet hebt gezien, er zit al een tijd een poes voor het raam. En die had ook twee kittens. Maar die zie ik dus nu niet meer. En Rebecca heeft toen al gebeld. En die heeft de dierenambulance gebeld. Die heeft zelfs de politie gebeld. Omdat we zelf bijna zorgen maken van... Straks ligt die persoon voor pampers in huis, weet je. Ja, je weet het niet. Tegenwoordig weinig sociale betrokkenheid. Maar goed, die waren langs geweest. En die zeiden dus dat moeders gewoon langskomt. Om die katten te verzorgen. Maar die kat gaat er steeds slechter uitzien. Helemaal kaal. Ik zie de vlooien van eraf springen. Ik zie de kittens opeens niet meer. Daar krijg ik een heel naar gevoel van. Dus ik ga zo met mijn moeder bellen. Want ik ben een mietje. En ik durf niet te bellen. En daar heb ik mijn mama nog voor nodig. Ik zag ook een buurman. En ik zat echt van aanspreken, aanspreken, aanspreken. Kom op, kom op. Kom op, Rosanne. En een nop. Ik durfde niet. Dus, helaas, pindakaas. Ik ga zo even met mijn moeder bellen. Ik heb het huisnummer net even gegeven naar Rebecca. En dan moet de dierenambulance maar gewoon langs gaan en beoordelen of die kat er gezond uitziet. Maar ik en Rebecca zien die kat zo wat elke week. Ik zie die kat bijna vaker dan baasje zelf. En ze wordt echt magerder. En die kitten zaten toen ook al helemaal afgekloven met de poten van de vlooien. Dus ja, ook al gaat moeders langs, dan zorgt moeders er niet heel goed voor. Toch? Ja. Ik vind dat zo lastig. Maar ja, de post blijft ook liggen. Maar je merkt dat ze heel veel in die huizen de achterdeur gebruiken als ingang en niet de voordeur. Maar ja, achter staat de scooter. En die staat ook al maanden op dezelfde plek. Dus... Ik vind het een beetje gekkig of zo. En ik denk als echt maanden zo lang niks met die katten werd gedaan, dan had ze denk ik al dood moeten zijn geweest. Maar echt goed verzorgd worden ze niet. Ik had het eens wat kan bedenken is ze dan een half jaar naar het buitenland is of zo. Nou goed, ik ga zo even bellen en ik hou jullie zo op de hoogte. Maar misschien moet ik toch wat meer voor wit gaan. Moeilijk natuurlijk. Ik vind het niet leuk. Het kan op zich ook wel, hè. Hele andere kleur op camera. Ik weet het dus niet zo goed. Want ik vind gewoon echt die kinderkleding niet zo leuk. Dit is ook gewoon redelijk volwassen. Maar we moeten hem ook online bestellen, dus ik hoop dat het dan meteen binnen is. Goeie vraag. Ik vind het een beetje te veel. Ik vind die niet mooi. En die ook niet. Dan is er koffie. Koffie, 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 koffie. Het kleed moet ik dus online bestellen. Dus dan moet ik even kijken of ik dat op tijd binnen heb. Voor de rest
Heb ik nu alles binnen? Moeten we alleen straks even alles naar boven verplaatsen? Dat je, nee, je hebt zelf koffie mee. Ja. Zag ik. Zoals koffie weer niet goed genoeg? Nou ja, dat wordt zo duur als ik hier iedere keer koffie moet nemen. Nou, kan het er vanaf. Ja, ik zet ze morgen toch altijd al een pot, dus. Ja, vooruit. Maar je weet dat het niet uitmaakt, hè? Volgens mij ben je iets meer geld aan mij kwijt geweest in de loop der jaren dan ik aan koffie aan jou. Ja. Heb je ze pakken gehad? Ja. Oh, en? Ik kreeg van hun een telefoonnummer van de dierenpolitie. Dierenpolitie? Ja. Oké. Okay. Dus ik heb mijn adres opgegeven. Want ze vroeg hoe lang het al was. Ja, dat weet ik allemaal niet meer natuurlijk. Nee. Dus die informatie moet ik daar even van jou hebben voor het geval ze nog een keer bellen. Oké. Okay. Maar hun bellen de dierenpolitie of wij moeten de dierenpolitie? Nee, ik heb de dierenpolitie gebeld. Oh, oké. Okay. En die gaan nu kijken. Dat is een landelijke organisatie. Ja. Yeah. En zij gaan nu kijken of het doorgeven aan deze omgeving. En dan gaat iemand kijken. En dan gaat er iemand kijken. Oké. Okay. Maar zij vond het ook niet best klinken. Nee. Dus ik zeg nou. Ja, nou, we zien ook die kittens niet meer. Dus ik, ik vind het zo bijzonder dat nog niemand anders gebeld heeft naast Rebecca. Ja, wie weet wat er komt. Ja, nee, maar ik bedoel meer, ik zie wel vaker bijvoorbeeld ouders met kinderen, als ze het naar school brengen, heel veel kinderen gaan bij dat raam staan, omdat nou, die kat als je er staat. Een kat hebt. Dan ziet het eruit als iets leuks, hè? Ja. Maar waar woont Rebecca dan? Niet daar, maar Leo zit daar in de buurt op school. Oh. Dus als zij Leo afzet, dan ging ze daar altijd kijken. Zij dacht ook eerst, ah, schattig, leuk. En toen op een gegeven moment dacht ze, hoorde ze ook van, nee, dat kan ook een stressreactie zijn van een kat. Ja. Oh. Ja, koffie. Ligt ook de snurk alles. Ik sta op het schoolplein. Het duurt nog een kwartier. Dus ik probeer mijn kind te stalken, maar ik zie hem maar niet. Ze zijn wel buiten aan het spelen. Ik zie heel veel klasgenootjes, maar ik zie Lia niet. Maar goed, maakt niet uit. Hierna gaan we meteen door naar dansles. En ja, we hebben het meubel helemaal naar boven getild. We hebben het helemaal schoongemaakt. Dan kunnen we gaan beginnen met verven. Dan is dat in ieder geval helemaal voorbereid. En dan moeten we maar gewoon in delen vast gaan verven. Want als we dat zaterdag op de dag zelf gaan doen, dan is het allemaal nooit op tijd echt goed droog. Dus dan is het gewoon goed droog als we hem in elkaar gaan zetten. En dan kan je het eventueel nog aanstippen indien mogelijk, nodig. Dat doe ik heel vaak verkeerd. Snuurt me de partij. De vader is er niks bij. Ik ga hier maar gewoon eventjes zitten wachten. Ik had de auto uitgezet, maar die gaat nu weer aan. Hoe gaat die nou weer aan? Oh, vind ik zo irritant. Dan gaat hij altijd opeens weer aan zitten starten. Goed. Ik heb kinderen die naar me zitten te kijken. Dus dat vind ik dan wel ongemakkelijk. En jullie zien mij straks weer. Op jullie beeldscherm. Thank you.
naar Au gedaan, hè? Nee, heeft ze geen pijn? Gelukkig. Ja, door de kasten is het slapen in de kast. Oh, ze zat. Ja, het doet denk ik wel een beetje ouwe, daarom slaapt ze. Ja, door het kouwen, hè? Ik ga even naar de folders kijken. Ik heb net even koffie en koekie naar de glazen wasjes gebracht. En ik krijg er helemaal sociale angst van. Ze zijn dan heel lief. Ik denk, oh god, melk. Ik heb geen melk. Ik bied ze gratis koffie aan. Dus dat hoef ik niet te doen. Dus ik moet gewoon dan denken, oh, doe het al. Maar ik maak het weer veel te heftig. Ja, ze heeft zich oud gedaan, hè, liefie. Lekker een sneeuwpop. Lekker een sneeuwpop. In alweer. Misschien ging ze weer de deur zingen. Let op. Komt ie? Hij is een sneeuwpop maken. Hij is iets groter. Hier, ik zie het. Oh, dat mag niet. Oh, dat mag niet. Nee, hè? Oh, dat mag niet. Nee, dat mag niet, lieverd. Je mag niet op de trap zo doen. Nee, je mag niet op de trap fietsen, nee. Ze is bang. Jojo, ik heb mijn haar in de olie zitten. Dus en een masker erin. Dat zou ik allemaal nog doen, maar ik weet het gewoon niet. Ik heb te weinig uren in mijn dag. Ik heb net weer zitten janken wat ik zat. Dat die voorstelling van, ik weet niet hoe ik daar opeens op kwam, maar ik zat opeens van die van André Rieu met Emma Kok. Voilà. Ik dacht Frans. Oh, nou, daar ga ik jullie neerzetten. Jeetje, ik word helemaal zenuwachtig van mezelf. Maar goed, dat raakte mij eventjes. Dus laat ik even opzet die kanker. Ik krijg trouwens niet binnen. Ik moet niet laten zien wat de code is. Dat is niet handig. Maar een VIP-lot van de Vriendenloterij. Dat kan je dus blijkbaar extra winnen. En dan kan je in juni een miljoen winnen. Dus dat ga ik natuurlijk winnen. Maar je moet hem dus goed bewaren. Toen dacht ik, oké, dat is natuurlijk niks voor mij. Maar we gaan ons best doen. Ik moet nog even een boodschappenlijstje in elkaar gaan flansen. Dat bedoel ik dus met tijd tekort. Nu moet ik dus nog een heel boodschappenlijstje gaan doen. En ik ben nu moe en ik wil echt mijn haar gewassen. Maar goed, hè? Slapen is voor nietjes. Waar zijn nou weer mijn lijstjes? Mijn lijstjes, neem ik papier op mijn lijstjes op. Maar... Goed, dus ik ga er even naar kijken. Want ik vind het een beetje lastig, want we hebben tweede kerstdag nog geen planning. Ik denk gewoon dat ik gourmetzooi ga halen. Zodat we gewoon kunnen gourmetten. En zo niet, dan kun je dat de dag daarna altijd nog opeten. Vorig jaar heb ik heel luxe gekookt voor mij en Tim. Maar dat ga ik dit jaar niet doen, want ik ga luxe koken met mijn vader. En ik weet dus ook niet of ik daar nog wat voor moet gaan halen. En voor de rest van de week vind ik het dus een beetje lastig. Ik heb nog broccoli liggen, dus dat moet ik morgen even opmaken. Maar ik heb er niet zoveel zin in. En ik moet even spinazie halen, daar kan ik nog een recept mee halen. Maar je moet eventjes dus in het hoofdje dat je de feestdagen hebt. Dus dan heb ik op morgen een kerstdiner op school van Lia. Dus dan moet ik niet te moeilijk eten. Dus dan kan ik misschien de pasta maken. Dan heb ik vrijdag, zaterdag, zondag is... Ja, zondag is de verjaardag van Lia. Dus dat is dan ook de... Maar misschien dat ik dus dan op zaterdag al... Misschien voor Lia's verjaardag... Oh nee, dan eten we bij mijn ouders. Dus dan bij de oudjes... Dan willen we dus overdag de kamer van Lia doen. Als 's avonds daar eten, dan proberen Lia meteen naar boven te krijgen. Onder, meteen bij ons bed, zodat ze de kamer nog niet ziet. Dat wordt wel lastig, maar we're gonna try. Maar ik wil ook niet dat ze daar slaapt. En dat ze dan 's ochtends niet bij mij is op de verjaardag. Dat kan ik als moeder niet aan. Oké, dan is maandag en dinsdag is kerst.
En dan heb je dus nog alleen de woensdag. Dus dan hoef ik nog maar voor één dag eten. Dus als je daar gewoon soep of restjes neerzet, dan hoef ik dus bijna niks te halen. Wat dus chill is op gewoon brood, et cetera, na. Dus dan kies ik meestal voor de Albert Heijn, omdat ik daar gewoon brood het lekkerst vind. Maar Albert Heijn is gewoon over het algemeen duurder. Maar ik ga even kijken naar wat de aanbiedingen zijn, of ik al wat voor het kerstdiner kan halen. Ik moet natuurlijk wel nog deeg halen voor de pizzaatjes die ik morgen ga maken. En voor Lia de feestje moet ik natuurlijk ook dingen halen. Dus dan wil ik voor langs de HEMA voor zo'n dripcake. En nog van die LOL poppetjes hebben. Dat ga ik zo even online opzoeken. En dan cake, knakworstjes, poffertjes. Dat soort dingen haal ik gewoon. En dan gewoon vol poppen. Maar dan moet het wel goed komen. Dus ik ga dat nu eventjes doen. Oké, drama. Ik raak altijd helemaal gestrest, want dan gaat mijn ding af van me dat het bedtijd is. Lekker, nee, ik ben nog niet klaar. Goed, in ieder geval, ik ga de vlog nu ook maar afsluiten, want anders dan wordt het nog later. En als ik te lang over heb gebogen. Ik ben even flink ongesteld, dus dat wilt ook wel lekker in het ruggetje. Maar goed, ik ga nu de vlog afsluiten, zodat ik morgen gewoon op tijd alles kan gaan doen. Een soort van. Het gaat gewoon niet worden dat ik nu mijn haar gewassen, want ik kan met die vette benden in mijn bed gaan liggen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, daar help je mij enorm mee. Doe even dat duimpje omhoog als jullie dit een leuke video vonden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Bye.